Dus het is niet aan mij om hierover te oordelen, maar wel aan een burgemeester. En ik hoop dat hij daarin wel goed in overweging neemt dat deze wedstrijd eigenlijk nooit zonder ongeregeldheden is verlopen. Al jaren zijn uitsupporters tijdens de klassieker niet meer welkom door het risico ervan. Maar ondanks dat blijft Feyenoord-Ajax een wedstrijd met heel veel incidenten. Van Davy Klaassen die vorig jaar een aansteker naar zijn hoofd krijgt en aangestoken vuurwerk op het veld. Tot de spelersbus van Ajax die wordt uitgejoeld door Feyenoord-fans. Begrijpt u dan ook de kritiek of de twijfels op het weghalen van die politiemedewerkers komend weekend? Het is gewoon echt een grote risicowedstrijd. Ja, dat snap ik zeker. Het is ook een behoorlijke inzet altijd rondom deze risicowedstrijden. Maar het zal inderdaad een hele ingewikkelde exercitie worden. Het is niet de eerste keer dat politieagenten in staking gaan tijdens een eredivisiewedstrijd. Zo gebeurde dat ook al bij de wedstrijd NAC-Ajax. De KNVB is teleurgesteld in de politie dat het voetbal bij dit soort acties wordt betrokken. Miljoenen mensen worden hierdoor geraakt en clubs doen zelf hun uiterste best om veiligheid te garanderen, zo zegt een woordvoerder. Nou, ik vind het heel opmerkelijk dat KNVB-bestuurders zeggen, ja, zonde dat het weer met ons moet. Denk ik, ja, KNVB, jullie vergen en vragen enorm veel politie-inzet. Maak je dan ook hard voor de mensen die altijd klaarstaan voor jullie. En zet dan druk naar de minister toe om te zorgen voor een vroegpensioenregeling. Dus u roept hen eigenlijk op? Ja, ik zou zeggen, hou niet je mond, maar spreek je uit voor al die mensen die jarenlang je inzetten voor die begeleiding bij voetbalwedstrijden. Een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb verwacht morgen of anders later deze week uitsluitsel te kunnen geven.